Giro of Scoot, dat begint al heel gemakkelijk, want ja, dan kies ik de Giro. De Giro is eigenlijk ook zelfs de reden waarom ik aan politiek ben gaan doen. De jonge garde of de vaste waarden? Ja, ik zal maar voor de jonge garde gaan, hè, want ik maak er zelf deel van uit. Animal Farm of It's Okay to Be Angry About Capitalism. Ik ga toch voor het tweede gaan. Vind ik geen evidente keuze, maar het is tenminste wel wat recenter. E3-prijs, Haarobeke of Statiegeld Kermis. Dat is moeilijker, want ik ga naar alle twee heel graag. Ik zal toch voor Statiegeld Kermis gaan. Regering of oppositie, dat is natuurlijk niet moeilijk. Vooruit willen wij het verschil maken voor mensen. En dat kan natuurlijk niet vanuit de oppositie, of toch veel moeilijker. Voorzitter of premier? Moeilijker, maar ik zal toch maar voor voorzitter gaan. 1 maand vakantie of 1 maand regeringsonderhandelingen? 1 maand regeringsonderhandelingen. En op het podium of achter de schermen? Ik ga voor op het podium. Hè. Op het podium kan je wel nog veel meer dingen veranderen.